Hey allemaal! Na meerdere video's van ons over What's in my schoolbag tag, dacht ik het is nu tijd voor een nieuwe variant, namelijk de What's on my laptop tag. In deze video ga ik jullie vertellen wat ik als communication en multimedia design student op mijn laptop heb staan aan programma's. Waarschuwing, mijn programma's en mijn hele laptop staat wel in het Spaans, om zo mijn Spaanse taal een beetje bij te kunnen houden. Dus af en toe zou je wat in het Spaans tegen kunnen komen. Blijf kijken! Om te beginnen heb ik een MacBook Pro 2018 met een 15-inch laptopscherm. Dit is voor mij als student die fulltime achter de laptop bezig is handiger dan een kleinere 13-inch scherm. En ik heb hier ook op mijn laptop een touchbar hierbovenin. Het is absoluut geen toegevoegde waarde, maar het zat nou eenmaal bij mijn laptop. In deze video ga ik de drie grootste programma's die ik gebruik op mijn laptop behandelen. Om te beginnen, programma nummer 1. Ik heb het pakket van Adobe. Dat is een, ja, zeg maar een groter pakket wat je koopt. Dat kan je op www.surfspot.nl, dat als student zijnde, voor 123 euro per jaar kopen. En in dat pakket heb je meerdere programma's. Denk hierbij aan Photoshop, Illustrator, InDesign. Je kan hiermee video's editen met een ander programma. Je kan werken aan een portfolio. Je kan geluidseffecten editen. Je hebt heel veel tools binnen dat pakket die je dan kan gebruiken om lekker mee aan de slag te gaan. Als CMD-student werk je hiermee om bijvoorbeeld een poster te ontwerpen, een logo te ontwerpen, om een webdesign te ontwerpen, om iets te gaan photoshoppen, om een verslag in elkaar te zetten of een document in elkaar te zetten. Als CMD-student gebruik je dit heel veel. Daarom heb ik dit op mijn laptop. Programma nummer 2. Programma nummer 2 is Sketch. Sketch is eigenlijk een soort van, tenminste hoe ik het altijd vertaal, Sketch is gewoon een soort van Jippie Janneke programma van Photoshop en Illustrator eigenlijk in één. Je kan er ook bewerken, je kan erin editen, je kan er logo's ook in ontwerpen. Je kan er documenten in ontwerpen, je kan er een webdesign in bouwen. Sketch kost 108 euro per jaar, maar als je aan kunt tonen dat je een student bent, dan kan je voor de helft van de prijs kan je Sketch voor een jaar aanschaffen. En programma nummer 3. Als laatste heb ik als CMD-student het programma Brackets op mijn laptop staan. En dit is een HTML-CSS editor. Hiermee kan je code schrijven. Code om een website te bouwen of om een app te bouwen. En daarmee heb ik als CMD-student de codetaal HTML, CSS en JavaScript in leren schrijven. En als jij met brackets werkt, daarin typ je dus letterlijk je code. Je kan op het live vinkje klikken en dan kan je meteen zien hoe jouw code er op het internet, zeg maar, eruit zou komen te zien. Dus dat is een hele handige tool. Uiteraard heb je hier heel veel andere soorten tools van die wat voor wat meer experts, zeg maar, zijn. Maar als CMD-student begin je eigenlijk met brackets, omdat dit een wat makkelijker programma is. Wil je nou weten wat ik als CMD-student elke dag in mijn schooltas meeneem? Klik dan hier om mijn What's in my schoolbag tag video te kijken. En wil je geen video's meer van ons missen? Klik dan hier om te abonneren. En dan zeg ik voor nu, zoals altijd, ciao!